Na ruim een week zijn de coronavaccinaties met AstraZeneca weer hervat. Uit angst voor mogelijke bijwerkingen besloot Nederland het vaccin tijdelijk niet meer te gebruiken. Maar nu het volgens de Europese toezichthouder EMA toch een veilig en effectief middel blijkt, kan er sinds woensdag weer op grote schaal geprikt worden. Op vaccinatielocatie Nieuwe Sloot in Alphen aan de Rijn staan zorgmedewerkers in de rij om zich te laten inenten met AstraZeneca. Mevrouw heeft een goede gezondheidsverklaring, afspraak vandaag voor AstraZeneca, dus kan geprikt worden. Ik vind het wel spannend. Ik heb heel veel collega's die zijn al gevaccineerd. En die zijn behoorlijk ziek geworden. Dus dat vind ik wel spannend. Ik denk van hoe ga ik mijn lichaam daarop reageren en hoe ga ik me vannacht voelen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Bij zorgpersoneel zijn er de afgelopen dagen wel twijfels geweest over de veiligheid van het vaccin. Zo hebben elders in Europa enkele mensen ernstige klachten gekregen door hun inenting met AstraZeneca. Dan gaat het om een tekort aan bloedplaatjes in combinatie met verschijnselen van trombose, waarbij stollingen in de bloedvaten kunnen ontstaan. In het begin, maar toen was het al stopgezet. Vooral over de bijwerkingen. Ik laat mij ook vaccineren als ik op reis ga naar een verre land. En nu laat ik mij vaccineren om mezelf te beschermen, maar ook vooral voor de oudere mensen en voor mijn eigen moeder ook. Waar mensen nog wel wat tegenop zien, en dat begrijp ik ook, dat de bijwerkingen van AstraZeneca gewoon meer zijn dan met het andere vaccin van Pfizer. Mensen krijgen vaak koorts, mensen voelen zich niet lekker. Maar ook dat kunnen we uitleggen. En ik denk dat dat de arts ook wel veel gedaan heeft vandaag. Want eigenlijk wil dat zeggen dat je het lichaam het gewoon heel goed doet. En heel goed antistoffen maakt. Dus dan mag je bijna blij zijn dat je niet lekker wordt. Zo zie ik het dan. Als ik kijk naar de bijsluiter van paracetamol, staan net zulke heftige dingen in als de bijwerkingen van het vaccin. Als er genoeg vaccinaties zijn voor iedereen, hè, voor ook de andere vaccinaties, denk ik wel dat het zeker goed komt.